in was. Hier. Over zijn gier. Zijk! Goedemorgen. Zijn we er een beetje klaar voor? We zijn bij Tripthrill, even kijken waar we de kaartjes moeten halen. Ik gok bij een van die kassa's gewoon. Ja. Bij Tripthrill. Nog nooit geweest, wat we gezien hebben lijkt het wel vrij leuk. Dus gaat even kijken hoe het zit. Hier. Nou, de tickets zijn er. We gaan kijken of we naar binnen... Oh, focus. Focus. We gaan kijken of we naar binnen kunnen. Tenminste, we gaan niet kijken of we naar binnen kunnen. Wat leuk. Ik vind het schattig. Ik vind het nou wel leuk. Ik ben hier nog nooit geweest. Morgen. Selfie van mij. Dank je. Het is een beetje dat dorpje waar we net waren, zeg maar. Ik vind het leuk. Geldautomaat, nou, dat hebben we geloof ik wel voorlopig wel genoeg. Ik heb nog 50. Suus heeft nog 20. Pasje. Pot is hier ook groene wijn. Wat schattig. Dit is leuk. We zijn bij Rookdrop. Nou, we gaan eens even kijken wat het park allemaal te beleven is. Wat grappig. Wat vreselijk leuk. Ja, leuk. Nou, het park is open. Die huisjes zijn ook leuk. Het is niet een al te groot park. Ik zal er een kaartje ertussen plakken. Weet je wat me opvalt? Dat het er kwalitatief beter uitziet dan Nots. Ja. Zo'n park is het wel. Dit is, zal maar zeggen, wat ik tot nu toe de eerste indruk is wat ik verwacht had van Nots. Sorry Nots. Ik vind het knus. Dat is het. Dat is het goede woord, knus. Ja? Tenzij het heel druk gaat worden, dan ga ik hier niet meer nodig. Dat we eerder weg zijn. Ja, dat geeft niet. Ik heb alleen geen flauw idee waar we heen moeten. Maar zijn we omgelopen. Daar zit je ook. Wat leuk. Gezellig. Koffiemolen, die schijnt nieuw te zijn.
wel een paar meter om te lopen. Ja. Maar nee. Dat geeft niks. Ik vind het wel schattig. Ik vind het een schattig park. Molenstenen. Ik vind het leuk. Oh, deze moet nog open gaan. Die zijn aan het maken. Ja, die waren ze net aan het testen. Dit is de razende duizendpoot is dit. Die zou als het goed is hier moeten zijn ergens. Ja. Ja, dus wij moeten gewoon hierheen. En dan zo hierheen. Naar de trildingen. Hebben we die maar vast gehad. Het is heel klein park, maar het is gewoon gezellig. Het is gewoon echt een park. En we zijn onderweg naar de achtbanen die hier zijn. En dan gaan we daarna een beetje de rest bekijken. Alles is echt nog dicht. We hebben onwijs rustig aangedaan vanmorgen. Zelfs op het gemakje nog ontbeten. En we waren er nog voordat het park open ging. Dus relax, het is inmiddels 9:05 hier. En ze zijn alles nog een beetje aan het opstarten. Maar tot nu toe, eerste indruk is leuk. Zeker als je in de buurt bent, zeker aan te raden. Zeker ook met kinderen. Ze hebben heel veel gericht op kleinere kinderen. Dus zeker leuk. Dus we gaan kijken wat het park nog meer te bieden heeft. Die is vanaf 10:00. Deze. Wil ik ook wel doen hoor. Die zijn ze aan het opstarten. Heel mooi. Nou, hier komen we dus net vandaan, de mammoet. Leuke houten achtbaan. Hele fijne stoelen, waardoor je het rammelen niet zo snel voelt. Leuk thema ook. Gewoon een leuke baan. Ja, mammoet. Nou, wat we nu toe hebben gedaan is leuk. Daar is de geschenkte sauw. Dat is ongeveer de gesmeerde bliksem, zeg maar. Het is de tsengsauw. Suus die maakt er wat Chinees van. Het is Duits voor gesmeerde bliksem, grease lightning. Gewoon dat je snel gaat, zeg maar. Je zit op een sleetje. Maar Suus maakt er tsingbao. Tsingzao. Met de koele hoek, lekker. Maar het is dus gesengte sauw. Suus. Het zit er leuk van. Het is een leukje. We gaan nou even ergens wat te drinken. Gewoon een trek in de frissie eigenlijk. En even een wc'tje opzoeken. Zakje chips voor de zout. Het is ook gewoon fucking lekker weer. Vorige week keken we, hadden we heel de reis. Zouden we met de regen meerijden. En het is gewoon geen regen, het is gewoon warm. Het is gewoon Florida temperatuur hier zo. Camera beslaat ervan. Nou, we gaan dus eerst eventjes een drankje nemen. En dit soort attracties zijn er ook. Lekker simpel voor kids. Motortje met zijspan. Dit is ook kikken, om de schoorsteen heen. Hij rookt ook. Hè? Ja. Ja. Je zag mij toch ook? Dat was dezelfde taal. Ja, oké. Okay. Maar om de schoorsteen heen. Ik vind het echt een leuk park. Het is ook wederom weer, het is ergens tussen de bergen en woonwijk in. Maar ik vind het een leuk park. Ik keur het goed. Hier gaan we ook nog echt wel een keertje naartoe. Volgend jaar weer. Ja. In de wachtrij van de Carajo. Ik heb het net de hele tijd verkeerd uitgesproken. Carajo, maar het is Carajo.
is even leuk. Tot nu toe wel leuk van Maar dit is al de tweede keer dat we erheen gaan. Maar het is zeker. Zeker wel leuk park. Helemaal top. Toch? Jij vindt het ook leuk? Ja. Verrassend is het. Overal experimenten. Zoals deze. En die. Hier begint deze dus gewoon met een keukentrekker die je niet verwacht in het donker. Daar beginnen het allemaal zo. Maar dit is een toppertje. Mocht je er dan uitkomen, kom je lekker langs de kofferton. De kofferton. Daar gaat hij hoor. Hij heeft daar zin gehad. Hier, hier. Open zijn gier. Waarom dat kan? Nou, we komen net uit Caraccio. Nou weet ik alleen niet of ze al afgelopen. Ik hoorde ze wel. Komt ie. Hij zegt leuk. Hij zegt leuk. Mega leuk ding, de Caraccio. Zeker aan te raden. Als je snel nog even te bekomen. Die heb ik geforceerd om voorin te gaan. Maar wat vond jij ervan, Suus? Nou, ik vond het heel eng toen ik in de rij stond. En toen ik eenmaal zat in die beugel. Viel mee, hè? Ging, had ik wel zoiets van. Okay, je... Alleen ik kwam wel los uit mijn stoel. Dat was wel even. Het was even een ding. Je begint in het pikken donker. En het eerste wat er gebeurt terwijl je haast geen snelheid hebt, is een kurkentrekker. Dan hang je vol. Vol in je beugel. Is even eng. Maar dat komt voor de rest helemaal prima. Het is voor de rest een heel leuk baantje. Misschien dan straks nog een keertje doen. Ja, we weten. Eerst even de rest. We gaan nou even een splashbaan ding opzoeken. Kids doen dit? Steeltjes, dus een splashdown. Wat is zo'n ding? Een lokvloem. En de lokvloems zijn badkuipen. Dat is wel grappig. Ik heb ook gehoord dat er ook naakt binnenin te zien is. Tieten. Nou, daar doorheen, door datzelfde kasteeltje gaat de geschenkte sau. Geschenkte sau. Zeg het nou eens goed. Geschenkte sau. Geschenkte. Geschenkte. Geschenkte sau. Goed zo. En nou in zijn geheel, één keer. Geschenkte sau. Goed zo. Geschenkte sau. Maar de jongbroenen... Lijkt het voorlopig niet te doen. We gaan gewoon even kijken. Dat klinkt als we gaan weer. We gaan het zien. Dit parkgedeelte is denk ik het nieuwst van alles. Want dit is allemaal nog vrij open. Hele grote picknickweide. Even kijken of er al wat naar beneden komt. Het water staat in ieder geval wel aan. Zeeblik. Ik vind het echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik vind het een leuk park. Het doet ook niet de moeite om anders zich voor te doen dan het is. Het is gewoon gezellig. Gewoon leuk.
Wat hebben ze hier voor lekkers? Roterworst met pommes. Curryworst met pommes en braadworst met pommes. Ook niet zo heel duur. Een beetje zo. Het is ook echt gewoon in een dal. Tussen de dingen in. Dus we gaan kijken of we de bronnen kunnen. Dit zijn dus die badkuipen waar je in zit. Wat vindt die? Het is toch geweldig dit. Dit is toch super leuk. Ja, ik vind het tof. Aangeleden is een badhuis. Wanneer waren vaten om jongeren? Oftewel, met een badkuip naar de bronnen. Ach, rij. Ik vind die bootje echt leuk aangekleed. Mag niet filmen, dat is jammer. Maar we gaan het eerste stukje wel even doen. Dat sowieso. Leuk? Grappig, beetje als een museum. Nog steeds allemaal dat soort dingetjes. Zelf geschilderd in plaats van de Mona Lisa. We gaan zeker weten nat worden, zegt hij. Ja, is dat de beste bestaat? Zoals het er staat, even vertalen. En nu, lieve bezoekers, heb je het genot om het geheimen van de rol te ontdekken? Je gaat niet precies baden. Eén ding is zeker, je bent wel hartstikke nat. Dat dus. We gaan het zien. We gaan het bad in. We worden nat. Zeker weten, zeggen ze. Nou, Frenem, die bestimmt. Dat bedoel ik. Ja, we gaan het zien. Ik mag helaas niet filmen. Ik ga ook het risico niet nemen. Dat heb ik geen zin in. Dus we geven wel even een korte review als we eruit komen. Even een voorproefje wat we kunnen verwachten. Dat dus. Gezellig, hoor, oma. Superleuk ding. Superleuk. We komen er dus net uit. Je wordt niet echt nat, een beetje meer sproei. Zoals bepaalde mensen zouden zeggen, nevelig nat, ongeveer. Maar hij zegt, het is leuk. Het is wederom leuk, gewoon. Helemaal kicken dit. Komt er nog één? Nee, natuurlijk niet. En daar is die gesenkte sauw weer. Ja, daar komt hij hoor. Splash show dus in de wachtrij, is ook wel leuk. Daar word je denk ik natter in dan met het ding zelf. Dat valt dus wel mee. Gewoon, het is gewoon, ik vind het echt een leuk park. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is echt gewoon midden in de Oemgeboem, zeg maar. Tussen de bergen en dalen. Kijk wat precies gebleven is. Het is allemaal heel open, het is heel goed onderhouden sowieso. Het park is heel erg gericht op openheid. Dus overal van de picknickweiden zoals dit. Heel klein, maar heel leuk. Echt gewoon gezellig. Nou, je haar is wel nat, dat dan weer wel. Ja. Maar voor de rest, nou ja. Het is al bijna te zijn. Niet echt nat. Mijn bril, spetters op mijn bril, dus de enige die moet ik even afdoen. Ik ben al bijna droog. Maar we drogen snel, het is warm. We gaan nog even op zoek naar die andere wildwaterbaan. Die mag je dus ook gewoon niet filmen. Jammer joh. Maar ja. Mag ik zo wat beelden van de naam. Doe wel weer een review, precies. Ik weet nu wel dat hij leuk is. Hij ziet er weer leuk, ook weer gewoon leuk. Dat zijn dus dit soort dingetjes.
Is het net niet, maar het is wel de juiste avond. Ja, maar ze doen ook geen moeite om te doen alsof het luxe is. Dus het is gewoon, het zijn scènetjes, die zijn leuk, doen voor de rest niks. Het ziet er gewoon grappig uit. Het stoort minder dan een hele slechte animatronic, laat ik het zo zeggen. Het past. Hé, we moeten wassen. Spullen bij, schat. In de wachttijden. Het is heel druk. Ik verwacht dat het over een half uurtje drukker zal gaan worden. Dat is het washuis. Wij gaan zo een wastop in. Net waren we in bad en nu gaan we wassen. Dan gaan we er zo in. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Voor de schoonste witte en gekleurde was. Strijken, oude strijkijzers. Stoompers. Pers in ieder geval, denk ik. Het kan gelijk gesponsord worden, zeg maar. Sponsorschap. Chineel, Persil, Dewa, Sunlight. Ja, we gaan zo instappen. Dus, tot zo. Weer zo goed als droog. Suustie heeft de volle lading gekregen. Maar het was een leuk boottochtje. Niet echt vreselijke wildwaterbaan. Maar gewoon lekker. En even een hapje eten. Burgertje halen. Daar hebben we wel even trek in. En dit is ook Tripsdrill. Gewoon idyllische parkjes en dingen. En zolang je er wat van kan leren, maakt het, zal maar zeggen, allemaal niet uit wat er in de pretparken gebeurt. Dus krijg je gewoon stillevens van Adam en Eva. Zoals er in Paradijs dat toch ging. En dan word je dus gewoon zeiknat gespoten door die slang daar. Dus, jij vond het wel lekker of niet? Dus, dan zit je lekker naar... Ja, maar ik dacht dat het van haar kwam. Ik had het dus echt niet door, zeg maar. Ik moet een stukje verder naar voren, schat. Die slang spuug dus. Dus als je denkt van ik ga hier lekker blote mensen kijken, dan word je nat gespoten. Maar dat gebeurt niet zo. Dus gewoon... Kippen wel. Kijk. Mooie dingetjes allemaal. We waren op zoek naar die autootjes. Voor mij is het hier, ja. Wij gaan even autootjes rijden. Die brengt ons mee op een tour door het idyllische, gezellige Tripsdrill. Hier vol gas ineens. Niet zo hard, niet zo hard. Zo, volgas door de bocht ook. Kijk je uit, dan vliegen we eruit. Haha, bedoemd. Je hebt niet te hard gaan, schat. Kijk, zonder handen. Nog leuker, zonder te kijken. Kom
Rome is het ook nog best wel een end. Ja, dat we afleggen. Dat wel. De attracties zijn er dus ook. Maar lekker voor het hele gezin. Voor theekopjes, maar dan op een baantje. En wederom, zeg, het is een soort museum hier. Ja, ik kan niet vertobben. Bedoemd. Het is echt een... Door de mist. Precies, blijf even staan. Die gaat even afkoelen. Eigenlijk moet er van die showlampen bij, hè? Nou, kan je vertellen dat de airco zo meteen gewoon lekker aangaat in de auto? Het is een klein, knus, gezellig parkje. Ik zou er zeker niet, sorry, speciaal voor naartoe rijden. Daar is het echt net te klein voor. Maar mocht je hier in de buurt zijn, is het zeker aan te raden. Het is gewoon een leuk, klein, gezellig park. Dus we gaan zo nog even een stukje hier toeteren. Glijbaan, hoort. Ja. Suus wordt ineens de hele tijd lopen een beetje bedompt van Moet ik vanaf naar de uitgang gaan kijken voor jou? Ja, ik neem je tasje mee. Suus gaat naar de glijbaan. Suus gaat naar de glijbaan. Dus, nou zeg even valse noot tussen, maar zuiver is het ook niet. Hoeft niet in het bootje te varen. Moeten wij niet die kant op? Echt een vechtkwijt gewoon nou. Onderweg naar de uitgang. Waar hebben we die staan? Oh ja, ja, ik zie het weer. Lekker rondvaren in een bootje. Ja, er is hier echt gewoon genoeg te doen voor echt het hele gezin. Allerkleinste, trailseekers. Heel gezellig, leuk park. Mocht je in de buurt zijn, mocht je denken van goh, ik ga in de buurt van Stuttgart op vakantie. Sla het zeker niet over. Ze hebben zelfs hele leuke blokhutten om in te slapen. En oude woonwagens. Ouderwetse woonwagens eigenlijk, die oude. Maar dit is... Tripsdrill. Treintje op het scheithuis. Leuke winkeltjes. En hier zijn we weer bij het... Main Street-achtige straatje van vijf huisjes.
Weet je waar het me ook een klein beetje aan doet denken? Heel klein beetje maar. Park Asterix. Ja, ik wou het net zeggen. Maar dat komt voornamelijk door dit gedeelte, denk ik. Dat was Erlebnispark Tripthrill. Super, super leuk park. Klein, heel klein. Maar echt, ik heb het al meerdere keren gezegd. Fun for everyone. Ga nou lekker een stukje rijden richting rust, hoe je het ook wel heet. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. Duimpje omhoog. Dankjewel Sandy. Suusje wil ook nog even gedag zeggen. En tot volgende week. Even kijken wat er allemaal is. Voor mij kan je daar gewoon naar het water. We hebben gewoon een tuin, in onze ferie en woning. Een barbecue. Gewoon lekker.